Lanzingerland kent vele monumenten, wel meer dan 50. In de Kijk op Toen nemen we je mee terug in de tijd. Deze uitzending Kijk op Toen gaat niet over gebouwen die op de grond staan. Het gaat over wat er eigenlijk in de grond ligt. Het gaat over archeologie. Archeologie is een wetenschap die zich bezighoudt met het zoeken naar hoe de culturen vroeger waren. En dat kunnen ze doen door te gaan graven in de grond, dingetjes te zoeken en op een gegeven moment kan je ontdekken hoe het dan eigenlijk in elkaar zit. Rond Toussaint, die kennen we allemaal wel in Lansingerland, die heeft daar 12 jaar geleden een heel mooi boek over geschreven, over wat hij gedaan heeft. Het hele leuke is om over die culturen, er is een plaatje bij, dat is begint eigenlijk mee, de keukenmeid van Vermeer, waarvan hij zegt dat dat net zo goed de Berkelse molenaarsvrouw kunnen heten. En zij gebruikt eigenlijk hetzelfde materiaal als dat in Delft gebruikt werd. Het is eigenlijk een begin over een boek, en daar gaan we zo dadelijk over praten met Ron, over wat je nou eigenlijk kan vinden aan culturen in die prachtige opgravingen hier zo. Haron, hey, Joker. We komen bij jou praten. Nou, leuk. We willen graag alles horen van je. Dankjewel. Hè? Nou, Ron, we zitten in jouw kamer met al jouw spullen hier zo. Dus benieuwd, ja. Leuk. Hey, we beginnen even met het begin. Hoe kom je er naartoe om zeg maar, zo'n enorme verzameling op te bouwen? Hoe werkt dat nou? Kan je dat een beetje uitleggen? Ja, ik begon als kind altijd met zoeken naar pijpenkoppen. Pijpenkoppen. En dat zijn van die rookpijpjes, van die stenen pijpjes. Ja, die zitten die, zo. Ja, precies. Ja. En dan wist ik dat er vroeger achter het gemeentehuis in Berkel-Roderijs een molen had gestaan. Mm-hmm. Dus toen ben ik daar gaan zoeken en er waren moestuintjes en er lagen massa's pijpenkoppen. Mm. Dus die ben ik allemaal gaan opspitten. Ja. En toen vond ik er een paar scherven bij. Ja. Ik kan je deze laten zien. Dit bordje was mijn allereerste vondst. Oh, ja. En met een beetje zoeken kwamen de scherven tevoorschijn. Ja. En dat was dit potje. Die paste allemaal elkaar. Ja, ja. Hoe bedoel je past bij elkaar? Ik bedoel, dat past bij elkaar. Dit zijn allemaal losse scherven. Ja. En die zijn samengelijmd tot één compleet potje. En wat ik fantastisch altijd bij jou vond, dat jij zo'n heel systeem had van kaarten op elkaar leggen en daardoor wist hoe een stadje in elkaar zat en hoe dat hier zo zat. Dus dit kende ik niet, al die scherven en dingen. Dus hoe zit dat dan eigenlijk? Nee, dat klopt, heel leven. Eigenlijk was dit de aanleiding voor die kaarten. Aanleiding. Want ik wilde weten, waar komt dit nou vandaan? Waarom ligt het nou precies daar? Ja. Wat ik heb gedaan, dit zijn de concentraties vondsten. Die heb ik allemaal op schaal op kaart gebracht. Dit is de Raadhuislaan en hier heb je de algemene begraafplaats. En er ligt hier de landscheiding. Je kunt dat zien op deze kaart. En ik heb deze kaart even verkleind om het duidelijk te maken. Hier is de algemene begraafplaats. Dit zijn de bejaardenwoningen die er toen nog stonden. En hier is de concentratie van vondsten die ik gedaan heb. Als ik die leg op de plattegrond, dan kun je ongeveer zien hoe de verhouding is. Nu staan hier de seniorenflats. En toen vond ik een kaart uit 1712. En dat is deze. Ik hou hem nu ondersteboven, maar zo ziet hij eruit. Dorpskerk, de dominee van Koetsveldstraat. En de landscheiding. En dan blijkt dat hier een korenmolen staat met een huisje. Dus die heb ik overgetrokken en op schaal. En dan blijkt, als ik deze erop leg, dan is die transparant. En dan zie je dat dit is een sloot, dat die vondsten precies uit de sloot kwamen voor het huis van de molenaar. Dus de conclusie is, al die vondsten liggen niet voor niks bij elkaar. Dat is allemaal huisraad. Van deze molenaar die hier woonde. Dus, nou ja, goed, je bent daar aan het graven en zo. Je hebt een heleboel gevonden. Maar wat is nou jouw mooiste stuk? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat verschilt per moment. Dus het gaat erom, wat vindt het publiek nou het mooiste stuk? Ik denk een bord, wat ik heb gevonden. Ja. Ik zal het je laten zien. Ja, graag. Ja. Zie hier. Dat, Het is helemaal compleet. Ja. Het zit een hele mooie tekening op. Hij heeft mooie kleurtjes. En ik denk dat zelfs jij kunt bedenken hoe oud het ongeveer is. Een strikvraag, ja. Nou, dit lijkt bijna Grieks, hè? Dus zo oud zal het niet zijn. Nee. Dus het is gebakken. Dus het zal... We weten al dat het van de korenmolenaar is uit Berkel. Ja, ja. Dus ergens 1600, 1700 zo'n beetje. En de geoefende kijker, die kijkt hiernaar.
Oh ja, ja. Wat staat daar? 1719. Correct. Ja, wat leuk. Ja, nou, ja. Dat is de grap van dit bord. Was dit nou een eetbord voor mensen of was het een verzamelbord om van daaruit te eten? Dit is een verzamelbord. Als het een eetbord was geweest, ja, zou je hier snijsporen van messen zien. Ja, 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 ja. Dus de goede archeoloog is geoefend om te kijken. Ja. Ja. Zoals ik dus meteen zag dat hij 1719 op stond, ja, en jij niet. Hey, dit bord heb je in stukken gevonden. Ja. Lagen die bij elkaar? Deze lagen bij elkaar. Deze drie losse stukken lagen zeg maar op deze helft. Oh, okay. Dus die waren gewoon weggegooid, waarschijnlijk tijdens het wassen. Heeft de molenaarsvrouw die daar de afwas deed in de sloot, was heel gebruikelijk toen. Ja, ja. Heeft waarschijnlijk het bord gestoten op het stoepje. Brak het. En gedacht, nou, dan moet het maar het water in. Dus het is met alle scherven tegelijk het water ingekomen. Ja, ja. En heeft daar 300 jaar gelegen, geweldig, totdat ik het weer eruit haalde. Geweldig. Als ik nou begin bij een pot zoals deze. Ja. Dit is geen kookpot. Ja. Je zou het bijna niet moeten ruiken. Het is een pispot. Oh, pispot. Dat kun je zien. Hij is niet op het vuur gezet. Oh ja. Ja, ja, ja. Maar hij heeft ook een andere vorm. Hij hoeft niet op het vuur te staan, ja, want hij heeft geen drie pootjes. En die zijn er juist voor, zodat hij op een statiefje boven het vuur kon hangen. Oh, oké. En ze hebben, dit is de oudste die ik heb gevonden. Ja. Dit is een kookpotje met een ronde bodem. Uh-huh. Je ziet, hij is helemaal zwart van de roet. Zo, ja. En die stond dus op drie pootjes op een ijzeren treeft, zo heet dat, boven het haardvuur. Okay. Of hij werd aan beugels werd hij opgehangen. Mm-hmm. Maar je ziet, hij is rond en heel breed. Dus zodat er zoveel mogelijk hitte tegen die onderkant van die pot aan kon komen. Mm. Dus hier werd eten ingekookt. Soep? Onder andere. Onder andere. Okay. Of misschien wel stoofvlees. Ja, ja, ja. Maar dat staat er helaas nooit bij. Ja. Dit is een heel typische pot. Hij is heel breed, hij is heel plat en hij heeft een hele gekke rand. Ja. Dit is een gortepan. Oh. Een gort. Dat is boekweit, oftewel grutjes. Ja. Dat was eigenlijk het hoofdvoedsel in de 17e en de 18e eeuw, eigenlijk voordat de aardappel naar West-Europa kwam. Hierop werd een deksel gelegd, zodat het goed afsloot. En er werden de grutten ingestoomd. Mm-hmm. Maar zoals grappig is, deze pot is heel erg bol. Ja. Dit is een pot van ongeveer 1630, 40. Uh-huh. Ga je een paar decennia later, dan zie je dat die veel rechter is, deze is bol, deze is al wat rechter en puntbodem. Ja, ja. Deze gaat al naar de 18e eeuw toe. Hmm. En zo zie je, deze is dat nog veel meer. Hij is nog helemaal schoon, waarschijnlijk is hij al bij de eerste keer gebroken en weggegooid. Ja, ja. Maar je ziet dat daar een hele vormontwikkeling in zit. Ja, ja. En in de hoek daar, dat is waarschijnlijk een vaas om bier te bewaren of zo. Nou, het melkmeisje heeft dit soort kannen in haar handen om melk uit te schenken. Oh, ja. Dus dat is heel zo leuk. Zo groot? Ja. Ja. Zo? Ja, ja, ja. En dat is onvoorstelbaar. Ze moet zulke spierballen hebben, want die dingen zijn leeg al heel erg zwaar. Ja, ja. Dus kun je nagaan als ze, nou wat kan erin? Ik denk wel 7 liter melk. Eén ding vind ik toch wel wonderlijk. Ik bedoel, het is allemaal potjes en dingetjes. En hier ligt een scherf en die heb je niet helemaal kunnen maken. Dat is echt. Heb je daar de andere helft van niet van kunnen vinden of zo, dat die hier ligt? Nee, helaas niet. Nee, dat wil wel zeggen dat er flink gebaggerd is in de loop der eeuwen. Ja. Maar er is wat bijzonders mee. Oh. Ik zal hem even pakken. Ja. Toen ik hem vond, dacht ik van, hey, wat leuk. Dit is een kruikje waar het oor afgebroken is. Ja, ja. Maar toen ging ik goed kijken. En het is niet afgebroken, het is netjes afgewerkt. Ja. En een kruikje staat normaal nooit op pootjes. Uh-huh. En toen dacht ik, verrek de onderkant. Daar hebben ze een gat uitgesneden, nog voor het bakken. Ja, ja. Dus dit hoort zo. Ze hebben geen potje. En toen zag ik de binnenkant, moet je kijken. Ja. Dit is schoon en daarboven is het vuil. Ja, 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 ja. En toen zag ik in een oproep van een archeoloog, die zocht naar spreeuwpotten. En toen heb ik dit naar hem toegestuurd, van joh, misschien is dit wat jij zoekt. En toen bleek dit het allereerste exemplaar te zijn van dit type spreeuwpot. Mm. Dit is dus geen kookpotje, dit is een vogelhuisje. Ja. Ja. En het leuke is, geweldig, het vogelhuisje dat is niet uit dierenliefde, maar ik zal het je sterker vertellen, dit was het eerste exemplaar. Ja. En pak die pot daar.
Deze? Dit is de replica, omdat ik de eerste vinder was van een nieuw type. Ja. En dan kan ik het nog misschien wel mooier vertellen. Dit heeft de molenaar aan zijn huis gehangen. Ja. Met die pootjes, zodat hij niet heen en weer kon waaien. En daar zit dat gat erin. En dat gat erin. Dus als die spreeuwen oud genoeg waren om uit te vliegen. Ja. Dan zei hij, ja, maar je zit er voor mij. En ze haalden die spreeuwen eruit. En die vrat ze op. Dank je wel voor deze mooie uitzending. Het was een plezier om zo al die kennis van jou tot ons te nemen. Alsjeblieft. En naar de kijkers toe. Als er nog vragen zijn voor andere onderwerpen voor de kijker op toen, dan horen we dat graag. Wil je meer oude pareltjes zien? Kijk dan op de onderstaande website.